Ik sta hier naast Joyce Heijmans in de grote zaal. Er is hier wat anders dan anders. Kunt u dat wat uitleggen? Wat is hier? Dit is de eindexamen-expositie van 2013 van alle leerlingen die het vak kunst hebben gekozen. Beeldende kunst en muziek. De muziekmensen, er zijn een heel aantal, die gaan optreden. En alle beeldende leerlingen die dat vak hebben gekozen, die hebben de afgelopen jaar aan een werkstuk gewerkt. Twee werkstukken. Het eerste werkstuk, of in ieder geval HAVO 2 werkstukken, VWO 3 werkstukken. Voor HAVO is het eerste werk, heb ik een voorbeeld hier rechts van mij staan. Alle leerlingen die hebben als eerste een opdracht gekregen om een identiteitskistje te maken. En de tweede opdracht zie je hier dat ze zelf vrij waren om een eigen merk te ontwikkelen. Dus dat betekent, ze moesten een product maken met een logo erbij wat past bij het product. Ik sta hier naast Esther. En Esther, vertel mij eens, wat voor leuks heb je gedaan? Wat voor opdracht? Nou, we moesten een eigen bedrijf maken. En voor mijn bedrijf heb ik een platenmaatschappij gemaakt. En we moesten het product promoten, wat het bedrijf dan zou maken. En dat is dus een band geworden. Heb ik met een vriendinnetje heb ik gewoon muziek opgenomen. Albumhoes gemaakt, posters gemaakt, promotiemateriaal. En ja, dat is het eigenlijk al een beetje. Karin heeft voor haar PWS heeft ze een werkstuk gemaakt over wol en hoe je dat dan kan veranderen in van een schaap tot een bruikbaar element. Voor de opdracht van eindexamen heeft ze daar dan een portret van haar oma van gemaakt. Haar oma had ook te maken met wol en met de schapen. Haar vader is schaapscheerder, dus ze wilde die traditie mooi laten zien in het portret van haar oma. Volledig gevild. Nou, als je dat van dichtbij bekijkt, dat is wel ongelooflijk knap. Het zijn 14 die ik heb uitgekozen voor deze expositie. En de foto's die hebben eigenlijk allemaal te maken met mijn leven.